Joopstein. En ik ben Sven. En vandaag gaan wij deze GoPro Hero 9 Black unboxen. De GoPro Hero 9 Black specificaties. Deze camera kan wel foto's maken tot wel 20 MP en videoresolutie 5K 30 fps, 4K 60 fps, 1080 op wel liefst 240 fps. Als je nog niet wist wat fps is, fps is frames per seconde. Deze camera is ook waterdicht en kan wel tot 10 meter diep. Ook kan je hem gebruiken met je stem, zoals GoPro Record. Dan gaat hij opnemen. En dan kan je ook gebruiken GoPro Stop Record. Dan gaat hij stoppen. Hier zit ook een stand op dat je slow-mo kan filmen. Dat is keer 8 en dat gaat erg slow. Ook kan je data in je beeldscherm laten komen als je bijvoorbeeld een fietscomputer hebt of een horloge. Nou, en dat koppel je dan met je GoPro. En dan kan je in de instellingen in de GoPro app kan je toevoegen van je snelheid, van je hartslag en van je cadans. Die dingen kan je ook allemaal toevoegen in beeld. En kan je ook doorheen kijken. Dan komen we bij het volgende aan. Er zit ook een timelapse op. Dat heet Time Warp op GoPro. En het is een edition 3.0. Dat is een hele goede edition en is de enige GoPro camera die deze heeft. Ook heeft het een hele mooie stand. Je kan ermee gaan livestreamen. Deze livestream kan je starten op 1080p met 60 fps. En je kan ook echt hele goede foto's ermee maken. Want je kan de stand gebruiken van Superfoto. Daarmee maak je echt de beste plaatjes op jouw locatie waar jij op dat moment bent. Deze camera heeft natuurlijk hier aan de voorkant een schermpje. En met dit schermpje kan je hartstikke goed gebruiken voor vlogs of voor je webcam. En kan je dat dus zien op dit schermpje. En het allerbelangrijkste, hier heb je touchscreen. Kan je alles bedienen met je vinger. Ja, Sven heeft het net gehad over de GoPro, de specificaties erover. Nu ga ik het hebben over het kitje die wij er hebben bijgebesteld. Omdat het gewoon super handig is, anders zit je alleen met een GoPro. En nu kan je hem ook op dingen vastmonteren. Bijvoorbeeld hier de dobber. Die kan je gebruiken voor op het water. Bijvoorbeeld dat je er niet zeker van bent dat je hem goed vasthoudt. En dat je hem ook kan laten vallen. Zoals hier zit ook een koordje aan. Die je om je pols kan doen, zodat hij sowieso niet kan vallen en dat hem hier ook aan vast kunt houden. Daarbuiten hebben we ook een harnas dat je op je borst kunt doen. Wat ervoor zorgt dat je gewoon super vette beelden krijgt. Bijvoorbeeld op de fiets of waar je hem dan ook voor gebruikt, voor het hardlopen of wat dan ook. Ook hebben we hier voor op je hoofd. Dat je hem daarop vast kan maken. Dat zorgt ook gewoon voor vette beelden. Alles zorgt gewoon voor vette beelden. En hier hebben we nog iets waarmee je hem om je pols heen kan doen. Ook voor het hardlopen of wat dan ook. Je kan hem eigenlijk voor alles gewoon gebruiken. Ook hebben we plakkertjes. En hebben we hier dat je hem op het raam kan doen, bijvoorbeeld in de auto. Dat je een vette timelapse kan maken van waar je dan ook rijdt. Ook nog leuk om te vermelden, is deze soort van stok die je op je helm kunt doen. Zodat de camera iets verder van je hoofd is verwijderd. Dat je gewoon vette beelden hebt. Bij alles heb je gewoon vette beelden. Ook hebben we een selfie stick. Waar je de GoPro aan vast kunt maken. Dit voor om een paaltje dat je keihard voorbij kon scheuren.
voor op je stuur. Allerlei kleine accessoires waar je hem ook aan vast kunt maken. En hier nog een soort van knijper dat je hem ergens aan vast kunt maken. Zoals tijdens je neus. Bijvoorbeeld. En dat was het eigenlijk wel. En nu gaan we de GoPro even uitpakken. Ja, dat gaat zeer makkelijk met het ritsje. En je krijgt er gewoon echt gewoon zo'n doosje bij. Dat is echt super handig. Zit hij gewoon daar lekker in beschermd. En dan maken we hem open. En dan zien we gewoon hier die GoPro liggen. De batterij. Het vastrijdingetje. Een dingetje om hem aan je ergens in te klikken. En het plakketje waar je hem dan in kan klikken. Maar we pakken de GoPro erbij. Want daar zijn we hier natuurlijk voor. En de GoPro. Hier is hij dan. Is super handig. Ik leg deze zo hier al neer. En als we wat we als eerst gaan doen, want hij kan natuurlijk nog niet aan, gaan we hier hem openmaken. En dat gaan we even doen door dit clipje naar beneden te trekken. En dat doe je door zo dat clipje naar je toe te trekken. Gaat alleen af en toe een beetje zwaar. Trek je naar beneden. Dan kan je hem zo eraf trekken. Als het een beetje zwaar gaat, komt door de nieuwheid. Dus dat hoort er allemaal bij. Oké. Nu gaan we even het batterijtje erin zetten. Oké, hier hebben we de batterij. Je kan er een beetje in kijken. Hier heb je twee spleet. Heb je wat spleetjes. En dat zie je daar ook. Dus gaan we hem er even heel mooi in doen. Zo, die zit erin. Hier zie je ook een inplugje voor het opladen. En zie je hier ruimte voor het SD-kaartje. Als eerst gaan we nu het SD-kaartje erin doen. Dat hebben we hier. Dit is het chipje dat je in de computer kan doen. Dan hebben we hier het kaartje. Wij raden echt aan om dit kaartje te gebruiken van SanDisk Extreme. Is echt een van de betere kaartjes om te gaan gebruiken hiervoor. Want het gebruikt gewoon super chill. GoPro adviseert het ook om SanDisk Extreme erbij te gebruiken. Dus daarom hebben wij deze er ook bij. Nu gaan we hem er even in doen. En dat gaat heel makkelijk door hem zo in te klikken. En dan duw je hem zo in. En kijk, dan zit hij er heel mooi in. Er zit zo'n klein veertje, je moet hem een beetje duwen. En als hij er niet meer uitveert, dan zit hij er goed in. En dan weet je dat hij klaar is. Meestal wordt je camera geleverd met een batterij, bijvoorbeeld van 15 à 50%. Dus dan duurt het even wat langer. Want dan moet je even gaan opladen. Er zit een specifiek kabeltje in het doosje erbij. Die kan je dan hier al inpluggen, in dit poortje hieronder. En dan is dat ook helemaal prima. Dan moet je weer op dezelfde manier dicht trekken door dit zo naar beneden van de camera. Duw je het naar beneden en laat je hem weer los. Dan zit hij dicht. Nu kan de camera aan via het knopje aan de linkerzijde van de camera waar de lens op zit. Hou je hem even ingedrukt. Dan gaat hij aan. En dit wil je natuurlijk hebben. Nu staat hij heel mooi op de camera. En kunnen we hem gaan instellen. Hij heeft Hypersmooth 3.0. Dat heb ik op dit moment even aanstaan. Dus nu komen we weer bij de settings. Oké, dan openen we nu de GoPro Kuik app. En dan zitten we hier in het beginscherm. Hier zie je een aantal dingetjes. Kan je zingen en dat soort dingen. Maar rechtsbovenin komt Siri in beeld. En dat kan altijd gebeuren bij Apple. Dan drukken we rechtsbovenin op het cameraatje, de GoPro. En dan druk je op connect je GoPro. Nu gaat hij zoeken. Zorg wel dat je je camera aan hebt staan. Nou, hij zegt nu no found. Is eigenlijk best wel gek. Drukken we op de GoPro, die jij koopt. Dan eigenlijk is dit bij alle GoPro's hetzelfde. My camera is on. Kijk, hier krijg je een instructiefilmpje. Swipe je naar beneden. Swipe je naar rechts. Nou,
connections. En dan hartstikke mooi. En dan connect device. Cute app. Oké. Dan zie je dit. Continu. Connect camera. Nu gaat hij zoeken. De GoPro zelf geeft al connecting full. En kijk, hier staat hij ook. Ja, oké. Dan zijn we aangekomen bij de handige settings die je kan gaan gebruiken voor goede beeldkwaliteit. Zelf heb ik het al ingesteld en heb ik het op de volgende dingen gedaan. Wij gaan even beginnen bij de volgende. Mag ik er dan bij? Ja, Epic. Dan beginnen we wat ik outdoor heb genoemd. Ik weet zelf even niet meer waarvoor. Dit was voor geen idee meer. Maar dit is de outdoor view. En heb ik deze instellingen. Ik heb hem op resolutie 2.7K en FPS op 120. En de lens staat op wide. Hypersmooth 3.0 heb ik aanstaan. Dit zijn de instellingen die ik zelf heb aangepast. Dan ga ik naar onder. En dan bij ProTune heb ik bitrate op high gezet en Evo Corp op 0. De iOS Max staat hier ook. Die staat ook netjes op 100. Dat is handig voor een mooie kwaliteit. Sharpness staat op high en color staat op GoPro. En dan bij shortcut heb ik bij lower right iOS Max en upper left heb ik EV Comp. Dit zijn de instellingen die ik heb bij outdoor. Straks weten jullie even wat alles is. En dan gaan we naar de Epic. Epic heb ik ingesteld als bij fietsen, bij activiteiten. Heb ik op 1080p op 240 fps. De lens is op wide, dus kan je veel zien, maar nog net niet heel veel. Hypersmooth, die is extra geboost, heb ik ingesteld en kunnen we lekker naar beneden. ProTune, de bitrate heb ik weer op high neergezet en Evo Corp op 0. iOS Max staat op 100. Oké, de sharpness, hier staat hij op medium en op GoPro Color. Shortcuts heb ik deze keer helemaal niks aangepast, maar laat ik wel voorzien wat het is. Oké. Nu komen we aan bij Point of View. Pof. Oké, dit heb ik gedaan in 4K 60 fps en in een lens van wide. De Hypersmooth is weer geboost en kan een hele goede stabilisatie brengen. Gaan we weer naar ProTune. De bitrate staat deze keer op standaard en de EV Corp op min 0,5. De iOS Max die staat op 200. Voor de rest staat het weer normaal. En dan komen we even bij de vlogstand. Dit is de ene laatste. En dan hebben we 5K 24 fps met een lens van Linear en Hypersmooth is weer geboost. Bij ProTune staat bitrate op standaard en Evo Corp op 0. iOS Max wederom op 100. En hier weer alles hetzelfde. Komen we bij de laatste aan. Dit was voor vlog. En dit heb ik ingesteld voor het water. 2.7K, 120 fps. En dan een wide lens met hypersmooth aan. Dan gaan we nog echt bij de laatste dingetjes. Bitrate is high. En de IV Corp op 0. En iOS Max op 200. En voor de rest gewoon weer precies hetzelfde. Dit zijn onze video instellingen. En is redelijk handig. En bij color heb ik ook af en toe bij sommige flats staan. Moet je even terugkijken in de video waar ik dat heb gedaan. Ja, dit is het einde van deze unboxing video van de GoPro Hero 9 Black. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken.
En dan vraag ik jullie te abonneren, een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zien wij jullie gewoon volgende week weer. Later! De specificaties van de GoPro Hero 9 Black. Deze camera kan wel foto's maken tot wel 20 MP. En een camera